Nou, we zijn hier vandaag op mijn oude school, het ROC ID College, om jongeren te wijzen op het feit dat ze vanaf 1 januari een OV-studentenkaart krijgen. De afgelopen periode heb ik hard gestreden om die OV-studentenkaart te realiseren voor alle minderjarige mbo'ers in Nederland. En het is ook belangrijk dat ze hem gaan gebruiken. Aanvraag gaat als volgt, je gaat naar de site van Duo. En dan kan je ze gewoon met makkelijke begrijpende beschrijvingen, kan je gewoon een filmpje kijken hoe stappen moeten. Dat is heel makkelijk in principe. Ja, je kan gewoon vrij reizen vanuit je huis naar school. Voor 1 oktober dacht ik dat je dan wel even moet aanvragen, omdat het best wel belangrijk is voor ons. Je hebt hem al aangevraagd. Als je deze stappen volgt, ja. Lijkt heel veel, maar dat is in een dag gefixt. Ja, maar het is zo gebeurd dan. Ja. Goed dat jullie me ook nog even herinneren, want ik had er echt niet meer aan gedacht. Je zegt ook tegen anderen die nog geen 18 zijn, anders laat je gewoon 100 euro's per maand liggen. Ja. Kijk, jullie betalen dat misschien niet, maar wel iemand die thuis woont met jullie. Het zou zonde zijn om ouders te blijven opzadelen vanaf 1 januari met 100 euro's per maand, terwijl je hem gewoon kunt aanvragen. Dus ik zou zeggen, laat hem niet liggen.